Meer dan 20 producenten van streekproducten hebben onder leiding van Combigo Helmink de handen ineengeslagen om hun producten van het Achterhoekse land dichter bij de horeca te krijgen. Het 5-jarige project werd maandag feestelijk opgestart met een streekproductenmarkt in stadion De Vijverberg. Het mooie van dit project is dat als je met regioproducten wil werken, om het zo te zeggen, dat je inderdaad vaak of in de auto moet stappen en een kwartier 20 minuten moet rijden. Voor één potje doe je dat ook niet zo snel. Het positieve is dat je nu door dankzij Combigo en deze samenwerking van de Achterhoek, dat je inderdaad gewoon 's avonds kan bestellen en je hebt het de volgende dag in huis. Dus dat betekent dat je de continuïteit van je aanlevering hebt van de mooie regionale producten. Een merendeel van onze Willef gaat naar de veiling toe, veiling Zaltbommel. Maar ja, van de andere kant, als je het in de buurt kunt afzetten en je kunt de lijnen kort houden, dan kunnen we daar zelf ons voordeel mee doen. Maar ook de horeca en de winkeliers, ja, die zijn er allemaal bij gebaat wanneer een vers product in de schap ligt. Dus ja, eigenlijk een win-win situatie voor iedereen. We zijn hier met ruim 20 standhouders die ook allemaal meedoen in de distributie. Dus het houdt in dat wij voor iedereen die hier staat, dat wij straks de leverancier zijn van streekproducten. En dan puur voor horeca. Hoe zijn de Achterhoekse streekproducten? Hoe is de kwaliteit? Ik moet zeggen dat ik de kwaliteit goed vind. En buitengewoon goed eigenlijk. Maar vooral omdat het heeft ook het verhaal smoelwerk en de body. Omdat het ook vanaf de Achterhoekse grond, het is naast je deur. Het had bij de buren in de tuin kunnen groeien, bij wijze van spreken. En ik denk dat dat ook de kracht is van de producten. Wat zijn nou streekproducten die eigenlijk meer aandacht verdienen? Ja. Eigenlijk is het zo dat alle streekproducten uit de Achterhoek en Liemers aandacht verdienen. En op het moment dat wij dat beter op de kaart weten te zetten, dat wij daar beter een marketingproject van kunnen maken. En iedereen die weet het, ja, dan zeggen we, dan is het voor mij gelukt. En dan is er niet een specifiek product waarvan ik eigenlijk zeg van, nou, dat moet beter op de kaart. Want het is eigenlijk alle producten uit de Achterhoek en de Liemers moeten beter op de kaart. Want ze doen zichzelf gewoon tekort.